Wat vond je van de reclame van Calvin Klein? You don't know. Goedemorgen iedereen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loren, Nolan zit hier op het bedje. En als we eens even het gordijn open doen, zien we dat we wakker worden in het prachtige Rood Drop. We hebben hier een mooi bosje trouwens aan de zijkant, daar hebben we geen tijd om in te gaan wandelen. Het heeft precies gevroren hier beneden, maar we hebben dus geen tijd om in het bosje te gaan wandelen. Want we gaan vandaag naar Roermond, we gaan shoppen in zo'n outlet. Gisteren was het een leuke dag, zijn we naar de zwembad en zo geweest dat hier in het hotel zit. Maar nu is het bijna tijd om te gaan ontbijten, ik zie dat het al 8:31 is. Dus we gaan ontbijten, ik zie jullie zo aan de ontbijttafel en we gaan dus even lekker genieten van het ontbijtje. Let's go. Oh nee, check hoeveel we hebben. We zijn hier een van de eerste. Koffiemachine, orange juice, fruitje en hier cornflakejes. Blijkbaar zijn de croissantjes heel lekker, heb ik gelezen op de reviews hier. Chocomelkje zelfs nog en gewoon een ijswater, melk, broodje. Dat zou mama leuk hebben gevonden hier. Broodjes allemaal, toasters. En dan hier nog allemaal zo beleg en fruitjes en zo. Wat ga jij pakken? Een orange juice? Moet ik die al terugzetten? Ik ga die terugzetten en dan ga ik even een ontbijtje halen. En dan toon ik wel wat we hebben als ontbijtje. Oh jongens, ik heb hier een koffietje en een suikertje en een melkje erbij. Ik heb een croissantje, nog een koffiekoekje, een beetje fruit en twee schelletjes brood met kaas. En een eitje en een fruitsapje. Wat heb jij? Het is al af. Bacon, eitjes, brood, croissant, mini hagelslagjes. Ja, hagelslagjes. Dat is wel leuk. Er is hier ook gewoon niemand. We zijn de enige die moeten ontbijten nu, denk ik. Of die, misschien zijn wij de laatste die ontbijten. Nee, we zijn 8:30. Je komt tot 10:00. Komt tot 10:00? Ah, misschien willen mensen hier uitslapen. Nee, maar ik ga even goed van genieten van het lekker ontbijtje. Dus smakelijk. Let's go. Dat was een lekker ontbijtje, hè, liefje. En wat heb jij nu nog meegepakt? Hagelslag, theetjes en crackers. Man, die is echt niet normaal, Nolwenn. Maar we hebben ervoor betaald, dus daar moeten we gebruik van maken. Tijd om nu naar onze kamer te gaan en ons klaar te maken om richting Roermond te vertrekken. Alhoewel, het is echt pas om 10:00 open, dus we hebben wel nog even. Het is maar een kwartiertje rijden van hier, dus dat valt op zich van mee. Gewoon zorgen dat we alles mee hebben en zo. We hebben net uitgecheckt. Er komen hier nooit auto's langs. Ik begin te vloggen en er komen auto's. Dat is weer typisch, hè. Kijk, hier hebben we dus een leuk bosje. Nee, volgens mij is het wel leuk als je hier zo kunt wandelen. Kijk, je hoort ook de vogeltjes sluiten. Nolwenn zei ook vanmorgen dat ze wakker werd, dat ze vogeltjes hoorden. Ah. Of het zou wel zijn dat er speakers in de bomen dat ze hier hebben gezet om te doen alsof er geen vogeltjes zijn. We dachten al, waarom heet dat nu Boshotel? Want op zich, ik was het opzoeken en dan had je zo gewoon een foto van de voorkant, maar niet echt van het bos hier. Of toch, dat heb ik helemaal gemist dan. Maar daarom heet het dus een boshotel, omdat het hier midden in het bos is. Als die muziek gaat blijven spelen, liefje, dan ga ik dat allemaal moeten, dan ga ik niks kunnen filmen. Alles copyright. Maar dit is dus blijkbaar Roermond Outlet. Je hebt hier zo winkels gelijk zo. Ik denk voor mij vooral Nike en wat was het, North Face en zo, dat ik wel leuk vond. Nolwenn wou naar zo tassen dingen gaan kijken en zo. Dus dat wordt wel een ervaring. Kijk, je ziet daar al Polo en Ralph Lauren, daar wil Nolwenn ook iets kijken. We zien wel wat we halen. Enjoy. Ik moet zeggen, het is hier wel niet zo super druk op zich. Het is niet zoveel volk. Maar ik zie daar een winkel die mij wel interesseert, namelijk de Oakley winkel. Daar gaan we wel even naar binnen. We zijn net ook naar de Nike geweest, maar dat was eigenlijk daar was er niet zoveel interessant. Dus misschien dat we straks nog even naar binnen gaan. We hebben ook een paar winkels gedaan, dan hebben we het doen al, maar nog niet niks gekocht. Maar hier kan het misschien wel eens gebeuren. En dan kom je in een outlet en dan zit hier Rituals. Man. Aankoop 1 is gebeurd. Wat hebben we gekocht? Het is een blauwe. Of nee, een paarse. We zeggen zo, die donkerblauwe en die vrouw zo, daar zo, het is paars. En zo, oké, dus ja, deze tas. Ze heeft heel een troos en nu een paars. Ja, maar als je een lichte kleur pakt, dan is dat heel snel blauw. Ja, dus daarom deze keer roze. Ik moet wel zeggen, in de Oakley en zo, Salomon, wel zo dingen gezien, maar niet zo dat ik dacht, ja, dat moet ik echt hebben. Dus. Doe je in de Only? Oké, dan gaan we hier dat, even naar binnen. Dat is eigenlijk niet in zo'n zijn. Ja. Onlangs was ik aan het zeggen dat Nolwenn rare dingen kocht. But look what I have. Sourcy vitamine water. En ook een bij de Starbee een latte. En wat heb je nog gekocht van schoenen? Weet je nog, vroeger in 2016, Adidas Superstar super populair waren. Ik had in vorig jaar een paar gekocht op Vinted, omdat ik mij ook niet wou committen om een ganse nieuwe paar te kopen. Maar uiteindelijk heb ik die keiveel gedragen. Dus
En dan zitten ze zo helemaal al los en zo. En nu heb ik ze gevonden voor 25 euro. Oh, nieuw. Nieuw. Dus daar ben ik blij om. Een nieuw paar. En ze hadden ook zo superschoenen. Zo. Ik weet niet of dat mensen die atletiek volgen, Adidas heeft zo'n nieuw paar schoenen en plots winnen mensen daar marathons mee. Ik was aan het kijken en ik zag zo plots die schoenen, of zo dat model, de Adizero, daar staan. En ik dacht, ah, die hebben al... Maar ik ben daar niet zo into. Ik heb er niet zo echt research over gedaan. Maar ik zag al die Adizero's daar staan, al die modellen, maar niet in mijn maat. Dus dat was een beetje vervelend. Maar ik dacht dan, in de Nike heb ik eigenlijk niet gekeken of dat zo die snelle schoenen daar staan. En ik draag altijd Nike. Dus straks nog eens even terug gaan naar de Nike en even kijken of dat misschien zo de snelle schoenen daar staan. Zo de Vaporflies of de Alphaflies of zo. Dat zou wel cool zijn. Smakelijk. School. Proost. Damn, we gaan gewoon even Justin Bieber gaan zingen. Ik ben trouwens, ik heb sokken gekocht van Under Armour. Let's go. First shop. Nog even naar de Nike kijken. Even naar de... Even zien of er misschien leuke schoenen zijn. De Alphafly of de Vaporflies. Oh, hier is er nog een L'Oreal. Nolan gaat twee... Wat? Ze kan dat nooit aan. Ze hadden in de Nike Store hadden ze geen... Die dat ik hoopte dat er waren, dus die zijn er niet. Dus dit is de laatste winkel die we gaan doen. En dan gaan we naar de Douglas. De laatste winkel. Voilà, dat was het dan. We hebben eigenlijk nog iets gekocht in de Tommy. Nolan, met alle shoppingtassen. Ik heb een parkeerticketje gekocht. Er is hier gewoon muziek op de parking, dat is toch kei random. Wie zou nu op de parking blijven staan? Maar Nolan is geslaagd. Adidas schoenetjes, Tommy, een Longchamp tas. En ik heb de Under Armour dingen, sokjes. Nu naar Douglas. Ja, want okay. Als je in Nederland gaat, gaat je naar Douglas. Voilà, blijkbaar. Eigenlijk zijn we nog redelijk snel klaar. Het is net 2 uur geweest, we hebben nog niet gegeten. Dus waarschijnlijk gaan we daar dan niet zitten. Kijk, we zijn op de begane grond in Roermond. Hier hebben we een Jumbo. Het is hier wel kei gezellig. De ANWB. Ah, dat is allemaal skiën. Oh, maar zie je, zo leuk. En hier komt er niemand. Ja, iedereen gaat naar de outlet. Dus niemand komt hier shoppen. Wij stonden zo op niveau 1 en wij zo, alleen maar de uitgang. We waren zo heel het rondje aan het wandelen. Oh, dat ziet zo leuk uit. Ik wil even een dikke shout-out doen naar iedereen in Brabant of Limburg. Of wat is het hier? Weet je welke provincie dat dit is? Nee. Ik denk, ik weet niet, even op de kaart nu. Even een dikke shout-out, want ik vind het echt keigeestig, al die accenten hier en zo. Het lijkt zo'n klein beetje op Duits, want het is wel nog funny. En ik moet zeggen, ik vind het hier ook wel gezellig. Het is wel dood nu, misschien omdat het maandagmiddag is, maar... Maar ja, ik hoor dan die accenten en dan is dat zo... Ik weet niet, ik kan dat moeilijk beschrijven, maar dat is zo... Lijkt compleet anders. Probeer dat eens te praten. Hoe praten die? Nee, ik ga het niet proberen. Alleen daarnet kwam het in mijn op, maar nu kan, als ik het hoor, dan kan ik het misschien proberen nadoen. Maar vanaf dat ik het weet of doorheb, dan ben ik bij jullie terug. Kijk jongens, hier hebben ze ook de Vero Moda. Geur testen. Wat zeiden ze? Stop. Ja. Even, dat hoeft me niet. Ik kan het niet, maar ja, beu. Nederlanders, waarom is alles op maandag zo dood? Check dit, er is hier gewoon bijna geen volk. En ik denk dat we wel een redelijk stadje zijn of zo. I don't know, een dorpje. Want er zijn hier wel veel dingen, maar er is hier gewoon niemand. Of misschien hebben jullie allemaal school. Dat kan natuurlijk ook. En werk. Maar Roermond, very nice. Het ziet er wel mooi uit. Oh, kijk eens die gezellige straatjes. Ik ben ook iets verloren. Ik was aan het, denk ik, aan het spelen met mijn windkapje op mijn camera en it fell off. Dus nu als er wind is, sorry guys, maar mijn windkapje is ervan, dus ik bestel wel even een nieuwe. En ik hoop dat die dan morgen toekomt bij u. Vandaag besteld, morgen in huis. Ik moet nog even bestellen, maar ik ga wel even. Maar we zitten hier lekker gezellig. Dat kan toch niet? Ik begin letterlijk met filmen en er komen fucking veel auto's langs, of motors of whatever. Maar ze hebben hier ook wel lekkere dingen, zo crocs en zo, soepjes. Dus we gaan eens even kijken wat we lekker gaan eten. Jezus, dat ziet er echt lekker uit. Ik heb een buffel mozzarella en Nolan heeft zalm. Yummy. Oké, mevrouw de influencer. Ze deelde altijd, hè. Ik kan nooit op mijn gemak eten. Mevrouw moet altijd foto's nemen. Ja, dat is waar. We hebben hier wel een mooi uitzicht en straks moeten we even terugwandelen naar daar, want ik ben mijn windkapje dus kwijt. En liefje, was het lekker? Ja. Ja? Was dat er allemaal op? Avocado, ding, sla, rode kool. Ik had de buffel mozzarella, zoals zo tomaat op en zo sla zat erop, pijnboompitjes en dan nog een sausje. Ik ben niet zo de man van saus, maar dit was wel lekker. En ik heb het allemaal al opgegeten zoals je kunt zien. Dus echt een aanrader voor als je naar Roermond zou komen. Ik weet niet hoe dat er heet. Ah, hier. Burgers en zo, juffrouw Coco. Dus dat is echt wel een aanrader. Jij bent legendary, ik heb mijn dingetje gevonden. Let's go! Ik ga
heb je al dingen gezien. Ah ja, wacht, waarom zeg ik Grijs de Legend? Ik heb het gevonden. We waren hier heel dingen aan het afgaan, tot in de H&M, en ik dacht, fuck, ik vind het niet kut. En dan nog en plots komen we uit de H&M. Daar! Nee. Ja, ik zo... Dus dit was het dingetje waar we was van gevallen. Het heeft hier mooi op mij gewacht nadat we hebben gegeten. Ik ga het er terug opsteken en dan hebben jullie weer normaal geen wind. Oftewel is iemand anders dat ook verloren. Hetzelfde. Shit. Oké, tijd om naar huis te gaan. Het eerste dat we thuis komen is het echt zo al bijna 6 uur of zo s'avonds. Dus het is tijd om richting huis te vertrekken. Tot zo in de auto. Even een dikke shout-out naar iedereen in Limburg. En, want ik zou hier net een bordje staan met Bokrijk. Ik ben daar nog nooit geweest. Zijn jij er al geweest? Dikke shout-out naar iedereen in Limburg of in de Kempen, want volgens mij heb ik wel een paar kijkers die van hier komen. Maar de autosnelwegen zijn hier... Dat is echt fucking nice. Je gaat zo tussen de bossen en zo. En hier, kijk, hier bordje Bokrijk weer al. Maar je hebt hier af en toe zo aan de zijkant zo gelijk een woestijn of zo, maar allemaal zand. Dat ziet er hier gewoon kei mooi uit en alles is hier netjes en zo. Dus. En ik wou dat ik hier langs rijd. Ik kom hier eigenlijk nooit. Maar misschien moet ik eens... Af en toe is het naar Limburg gewoon of zo, dan zie ik me wel geestig uit. Ik zie hier ook, ik heb hier ook gelezen dat hier fietsparadijs is blijkbaar. Dus als dat zo is, dan ga ik zeker naar hier komen. Want in Oost-Vlaanderen is absoluut geen fietsparadijs. Het enige wat er zijn is bekende klimmetjes of zo. Voor de rest is dat gewoon kut. Hè. Ja, daar rijd je op asfaltbanen en zo, van die betonbanen kent met zo allemaal betonplaten. Maar kijk, hier bedoel ik zo allemaal zo Sahara, zo woestijn en zo. Het is wel nog geestig. Misschien moet ik naar hier komen, een keer cyclocrossen. Wij zijn aan het viben, nog 110 kilometer naar Rus. Naar Rus! We zijn in Brussel en we zitten alweer in de file. Volgens mij is het avondtem hier trouwens. Meest normal day ooit. En er is ook een crash gebeurd. Wat vond je van de reclame van Calvin Klein? You don't know. No. We hebben lekker gegeten thuis. Nu is het tijd voor ons om in bedje te gaan. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er sowieso weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. Het wordt een superleuke video morgen, een speciaal video. Dus blijf ervoor zeker op de hoogte. Abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.